Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Loom video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een toverstokje kan maken voor de vee die we al gemaakt hebben. Of het vee met het kroontje. Wat je zelf wil, wil je dit kroontje maken of de vee? Kijk wel eventjes voor de beschrijving. Daar zie je alle andere video's ook staan. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Ik gebruik mijn haaknaald, mijn Rainbow Loom. Let op. Uit elkaar. Ik gebruik gele elastiekjes voor de ster, want het wordt een ster. Paarse elastiekjes voor de staf. En twee blauwe elastiekjes om het mooi af te werken. Oké, laten we beginnen. Nu hebben we de Rainbow Loom nog niet nodig. We gaan de eerste sets maken op de haaknaald. Dat is lekker makkelijk. We pakken een enkel elastiekje. We vouwen hem dubbel. Let op, dit doe je altijd. Als je dit toverstokje gaat maken. Zet je hem op je haaknaald. Dan ga je hem nog een keer. Ja, eigenlijk een capband van de twee ringetjes erop maken. Dan pak je nog een keer een enkel elastiekje. Die vouw je ook dubbel. En dan haal je het overheen. En dan zet je het er weer op. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dit doe je eigenlijk nog 10 keer. Dus nummer 3. Nummer 4. Dus. Nummer 5. En ik kan het niet aanraden om dit ook te doen met je Rainbow Loom. Dan gaat het mis. Tenminste, ik had het dan dat het mis ging. Het begint al ergens op te lijken. Oké, dit is de 10e. En zoals je ziet, dit heb je nu. Ik ga er nog eentje bij doen. Dan vind ik hem goed. En zo. Dus ik heb 11 elastiekjes gebruikt voor de toverstaf. En zo kan die ook goed in de vee's handen. Oké, nu pakken we onze Rainbow Loom er wel bij. Nu gaan we namelijk de ster maken die op het hangertje komt. Wat je gaat doen, je pakt steeds 2 elastiekjes. Je gaat hier 1. 2. Drie keer naar beneden. Ga je hem openmaken. Oftewel. Opzij. Pak nog 2 elastiekjes en doe het ook. Opzij. Dan ga je 1 keer naar beneden toe. En nog een keer aan de andere kant. Zorg dat alles goed naar beneden is. En ja, ik blijf hierop hameren. En maak op allebei de kanten een capband van 4 ringetjes. 1, 2, 3, 4. Of met je haaknaald, heel makkelijk. 1, 2, 3, 4. Maak hem open en zet hem erop. En bij mij ging dit keer weer eens een keer niet goed.
Nu ga je nog wel eventjes twee tussenstukjes maken. Wat je gaat doen, je pakt weer twee elastiekjes. Gaat hier twee keer naar rechts. En dat doe je aan de onderkant ook. En zet hier ook een cap-end op. Van, ik moest er wel eventjes nakijken, maar het is ook vier keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en 4. Nu ga je eerst die kleine twee tussenstukjes haken. Met het prachtige ding op je haaknaald. Prachtige staf op je haaknaald. Andere kant ook. Dan ga je hem verplaatsen, eerst de tussenstukjes, naar deze pin. Dus pak ze op aan de kant waar je geëindigd bent met haken. Plaats op de derde pin van boven. En dit doe je met de andere ook. En dan zet je het toverstafje zet je op deze pin. Zorg dat je alle elastiekjes hebt. Het is zonde als er nu eentje misgaat. En zoals gewoonlijk wil die bij mij natuurlijk weer knappen. Dus ik heb hem wel eventjes gemaakt. En ik heb hem er nu weer opgezet. Hem heel eventjes vast voor de zekerheid. Is makkelijker voor jullie om te zien. En nu ga je haken. Eerst deze kant haken. Gaat tot hier. Deze kant tot hier. En dan helemaal af. Dus in de capband. En haken. Oké, en nu de andere kant. Wacht je mail. En nu kun je vanaf hier weer naar de andere kant haken. Dan ga je ook in deze pin, pak je de onderste twee elastiekjes. Zorg dat je de onderste twee hebt. Haak je deze. En dan de laatste. En dan pak je nog één heel elastiekje. Ga je met je haaknaald erin. Pak het elastiekje met je haaknaald vast. Er overheen. Nu haal je het bovenste elastiekje over het onderste elastiekje. En trek hem aan. En nu kunnen de elastiekjes van je haaknaald af. Kijk uit dat ze hier niet knappen. Er zit veel op. En ik wil niet. Tenminste, omdat ik het net al een keer had. Dat ze weer stuk gaan. Dus ik heb hem. Ik hoop jullie ook. Trek hem een beetje aan. Dus dit is de deur die je ongeveer moet hebben. Omdat deze erop zit, kan je hem ook. Gaan we deze weer wegwerken. Gewoon ergens naar binnen toe. Pak hem eraan. Trek hem naar binnen toe. Zo. Nu ga ik hem aanpassen met deze mooie blauwe elastiekjes. Hoe ga ik dit doen? Ik ga eerst, ja, en dan ga je, maak je weer een knoopje erin, vouw je hem dubbel,
Dan ga je in het tweede bandje, wat je hier kan vinden van de toverstaf, ga je erin. En dan grijp je die bandjes met je haaknaald vast. Het bandje. Zorg je dat ze terug gaan. Nu heb je eigenlijk een schaar nodig. Ik zal hem heel even pakken. Ik heb hem zelf ook nog niet gepakt. En dan is het gewoon een kwestie van doorknippen. Dan krijg je een heel leuk spangling effect. Zorg dat je niet in je vingers knipt. Zo. En je kan ze ook aanpassen, dus dat is geen probleem of ze weghalen. Nu pak ik nog een bandje. En daarmee ga ik een soort van rondjes maken en naar boven toe. Zet ze er steeds schuin op. Gaat omhoog. Gaat er één omhoog en dan zet je ze weer er schuin op. Is eigenlijk zo'n soort. Het geeft een heel leuk effect. En het zorgt ook voor stevigheid. Dus dat wil je natuurlijk ook. En zo. En dan is je toverstok af. En nu kan het in de hand van de veeprinses wat je daarvoor moet doen. Is heel makkelijk. Trekt. Hier zit de kebband van de hand. Trek je er open. Komt er hier een gaatje vrij. Daar kan je makkelijk in doen. En dan zit hij vast. Natuurlijk kan je hem ook gewoon misspelen dat hij er net alsof in zit. Maar ja, altijd wel heel erg leuk. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Check de beschrijving voor meer links en meer video's. Vergeet niet om te abonneren en tot de volgende keer bij Jukulum. Doei doei!